Mevrouw de voorzitter, dat gaat gewoon niet lukken. Klaver en Ploemen, die gaan niet u hier helpen als ze niet aan tafel mogen onderhandelen. Dat heeft de heer Klaver volgens mij zelfs letterlijk gezegd en mevrouw Ploemen ook. Als je ons met ons wil onderhandelen, dan nodig ons uit aan de onderhandelingstafel. En u heeft ze weggeschopt van de onderhandelingstafel. Godzijdank trouwens, maar dat is nu even niet het... Dat is nou even niet het punt. Godzijdank, maar dat is niet mijn punt. Dus u heeft ze weggeschopt van de onderhandelingstafel, dus die gaan u niet helpen. En de SP, ik spreek niet namens de SP, die vinden de beweging van die verhuurdersheffing, vinden ze het helemaal afschaffen, vinden ze al niet genoeg. En u bent niet eens bereid om een stukje te doen wellicht. Dus ik voorspel u, dat gaat u deze dagen niet lukken. We zitten hier een nepdebat te voeren. Oké, u heeft gelijk, er zijn nog heel veel sprekers achter u, maar de mensen die u hebben geïnterrumpeerd, die lopen nou niet over van enthousiasme. Dus dat gaat waarschijnlijk niet lukken en dan gaat u dat de komende maanden doen, dan gaat het misschien ook wel niet lukken. En Nederland, mevrouw Hermans, zeg ik via de voorzitter, kan die problemen die we hebben niet nog maanden laten wachten. Dus ik zeg u, hou er mee op, het gaat niet lukken, schrijf verkiezingen uit of help mij het kabinet te vragen verkiezingen uit te schrijven. Dan zijn we veel eerder uit ellende dan maar doorgaan met modderen, met mensen die eigenlijk niet dat willen, die u heeft weggestuurd, alleen maar om die man daar in het torentje te houden.